Anouk Hoogendijk, we staan hier vlak na het eindsignaal van België-Nederland in Leuven. Hoe is de wedstrijd verlopen voor Oranje? Ik denk dat we de eerste helft nog af en toe best wat moeite hadden. En dan hebben de Belgen veel kansen gehad, dus daar kwamen we af en toe best goed weg. Wij waren heel erg effectief, denk ik. Eerste twee kansen, meteen twee doelpunten. En ik denk dat we de tweede helft iets meer overwicht hadden. En al met al gewoon een goede en belangrijke overwinning voor ons. Ja, want jullie doen nog mee nu voor Canada, hè? Het kan nog voor jullie. Absoluut, we gaan er nog voor. En we kunnen nu gewoon nog best de tweede worden. En wie weet, als we nog van Noorwegen uitwinnen, dan weet je niet wat er nog kan gebeuren. Ja. Voor jouzelf was het, je had niet meer gespeeld in Oranje sinds eind oktober in Portugal, dacht ik. Vandaag val je in voor Stefanie van der Gracht. Een dag na je verjaardag ook. Klopt, ja, ik ben 5 maanden ook geblesseerd geweest. Dus ik ben eigenlijk pas sinds een paar weken weer echt wedstrijd aan het spelen en ritme aan het opdoen. Dus ja, dit was eigenlijk een tijd geleden nadat ik weer in Nederlands elftal had gespeeld. Dus heel fijn om weer even in te mogen vallen. Ja. Hoe is het in Engeland? Want daar heb je nu een nieuwe club, Arsenal. Ja, dat bevalt heel erg goed. We hebben pas 1 competitiewedstrijd gespeeld. Dus eigenlijk moet het seizoen nog volop gaan beginnen. Maar tot nu toe bevalt het heel erg goed. Ja. Is het helemaal anders? Maar je bent al eens in Engeland geweest en bij Bristol. Is het anders Arsenal dan Bristol bijvoorbeeld? Er zijn wel wat overeenkomsten. Want de Engelse competitie is gewoon sowieso best wel fysiek en redelijk snel. Het is een hele kleine, sterke competitie. Maar het is weer een heel ander team. Dit is echt een team wat van achteruit wil voetballen. Het komt wel een beetje overeen met de speelstijl van Ajax. Toch is elk team weer heel anders en kan je overal weer heel veel leren. En je woont nu in Londen, dat is ook helemaal anders, denk ik, hè? Dat is heel erg anders. Ja, een hele mooie stad, leuke omgeving. Eigenlijk gewoon geweldig. Ja. Hoe zie je nog het verloop van het seizoen in Engeland? Want dat is in feite nu een zomercompetitie. Dat is helemaal anders ook, hè? Ja, dat loopt van april tot oktober. Dus ja, wat ik zei, we hebben pas 1 wedstrijd gehad. We staan in de halve finale van de FA Cup. Die spelen we aankomende zondag. Tegen? Dat is geloof ik nog niet helemaal bekend. Maar we hebben in ieder geval afgelopen zondag van Birmingham gewonnen. Dus we doen nog volop mee voor alle prijzen. Voor de Conti Cup, voor de FA Cup en voor de competitie. Dus, Je hebt tegen Birmingham gewonnen. Dat was een revanche voor de Champions League. Want dat was in feite een teleurstelling, denk ik. Ja, dat was zeker een teleurstelling. Ik heb zelf helaas niet kunnen spelen. Ik was echt net fit. Dus het kwam voor mij net iets te vroeg. En toen hebben we 2 keer verloren. Dus dat was een behoorlijke teleurstelling. En we konden nu revanche nemen. En dat hebben we gedaan. Mm-hmm. En we moeten ze natuurlijk nog 2 keer treffen in de competitie. Ja. Hoe is het daar met Arsenal? Want Arsenal heeft ook een traditie met Ajax. Dennis Bergkamp is er ooit gespeeld. Dus speelt dat ook bij die club, dat je daar terecht gekomen bent? Mark Overmars natuurlijk ook. En die heeft me ook wel een beetje geholpen met overstap. Dennis Bergkamp, ja, het speelt niet mee voor mij persoonlijk voor mijn overstap. Maar het is wel overal waar ik kom, begint iedereen over Bergkamp. Want dat is gewoon een grote held daar. En iedereen is een grote fan van Bergkamp. Veel respect voor mensen uit Nederland, hè? Ja, zeker voor die voetballers die daar gespeeld hebben, ja. En wat is het doel nu met Arsenal? Titel winnen, beker winnen misschien? Ja, we gaan natuurlijk voor beide, maar we weten dat het moeilijker wordt misschien dan de voorgaande jaren. Want de competitie is erg verdeeld, dus alle teams zijn redelijk sterk. En het is moeilijk nu vooraf te voorspellen wat de top 3 bijvoorbeeld gaat worden. Wat voorheen misschien iets makkelijker te zeggen was. Er zijn veel speelsters naar andere clubs gegaan. En elke wedstrijd is nu gewoon heel zwaar. En de nummer 8 kan van de nummer 1 winnen. En dat maakt het wel heel erg leuk, maar het kan wel eens heel verrassend uit gaan pakken. Dus ja, we gaan voor de winst. Ja. En dan volgend jaar misschien toch nog Canada, 2015, 2K? Ja, dat is zeker het doel. Ik heb zelf natuurlijk ook nog nooit een WK gespeeld. Wel 2 EK's en dat waren tot nu toe wel mijn hoogtepunten. Dus een WK wil ik heel graag nog aan mijn lijstje toevoegen. Oké, dank je. Veel succes voor het vervolg met Nederland en met Arsenal. Dank je wel.